Wat gebeurt hier? Ik zie zomaar een nieuw vervoermiddel. Wij hebben een leuk bakkie gekocht. Oh? Dat noemen ze in Thailand een sidecar. Maar het is vrij bijzonder, want we rijden sinds een paar dagen nu mee rond over het eiland. En die Thai gaan helemaal uit hun dak. Oh, waarom is dat? Ja, dat vinden ze leuk. Ze hebben allemaal wel van die winkeltjes met van die metalen dingen, maar dit is onbekend. Iedereen maar toeteren, lachen, zwaaien. Ze willen allemaal weten hoe duur die is, waar we die kopen. En zo. Dus, misschien moeten we een handeltje opzetten. Oh, leuk. Maar het is echt prachtig. Zal ik het ook eens proberen? Waarom niet? Nou, moet je even. Wil jij een stukje rijden? Ja, ik ga eens even kijken of, hoe het gaat, hoe het zit. Nou, dat is goed. Eens kijken. Het moet toch niet al te ingewikkeld zijn? Dan moet je de buik ertussen kunnen. Gaat dat nog? Nou, het gaat net. Hoe ziet het eruit? Nou, het ziet er helemaal authentiek, liefje. Lijkt het wat? Ja, dat lijkt zeker wat. Prachtig in het zonnetje. Normaal zit je natuurlijk in het bakkie. Ja, maar dit is ook wel lekker, dan denk daar, ik. Maar dit is, staat je ook goed. Het is één voordeel. Je kan niet omvallen. Precies.